hebt niet veel geluk, hè? Dat was een tussenkeur meer. Al die verre. Ja. Jongen. Ja, dat was het weg, Jos. Laten we dan maar eens beginnen. Wie begint met ons eerste weggevalletje? Ja. Kijk eens aan. Daar gaan we zwembandjes voor met de brak. Ja, maar hier in Diekerop woont heel bijzonder vol. De meeste lucht die zorgt wat voor dat ze de wichten uit zwemmen. Maar hier in Diekerop woont lucht, die gaat zelfs met de auto een eentje zwemmen. Nee, nog Gerda Rensen. Zit daar, als ik nog eerst met de vader van wat dik onder dat tunneltje hier, maar door dat water in, dan leek mijn auto eerst echt een brief. Ja, daar hadden jullie de dag, hè. Nou, en daar heb je voor Gerda deze zwembandjes meegebracht. Gerda, wat ben je? Ja, sommige lui, die hebben winterbanden op de auto, maar onze Gerda heeft zwembandjes. En dat was van nu in de rot, hè, waar Gerda stond met alle dames beeld van de auto in een zo'n kopje onder. Ja, de motor gaat er dan, hè. Ja. Was wel pech. Echt niet pech. En kijk daar heb ik hier nog. Ik ben heel klein cadeautje, maar ik denk dat Bibi dit er heel prima is. Dat is lampen. En het hoogst vertelt dat een worm. Deze lampen, hè, die is voor Bart van Huk. Want dit was Noord-Poorsvuur nog even snel naar Holpen toe. En snel was het. Dit vond zelfs de politie. Zie, konden ze op de snelheid niet eens met me. Hij had ook geen achterlamp, maar wel een dikke voeten. Hij was flink te pineut. Hij kwam zo van het Poorsvuur af. Nou, en dat weet je wel, hè? Ja. Het kostte hem zoveel, hè, dat hij soms niet eens meer kon stappen. Maar het allerergste was nog, hè, en dat vinden die ook zo zielig pechgeval, het allerergste was, ze hadden hem nooit aangehouden. Als je achterlicht niet kapot was er is. Ja, en dan denk je, daar overkomt dat jong geen twee keer. Maar een paar weken later was ze weer aan de beurt. Hij reed weer te snel. Deze keer konden ze hem zijn snelheid bij met. Maar wie die brum of ze hem aangehouden? Laat me rijden. Nog steeds niet kapot achterlicht. Juist. En dat is toch wel aardig sneu voor die jongen, dat die politie hem zoveel geld afhandig maakt, dat hij niet echt meer andere achterlappen kan betalen. Daar heb je willen, deze achterlappen met een nog. Nou, en dan komen we naar ons volgende project. Ja. Dit is een verjongingskuur. Ja. Ik doe dat zo verliezen, hier komt u dat is. Deze verjongingsbuur, die is voor Ria en Leen de Derks. Hoezo kunnen we denken, wat moet die jongen noemen met een verjongingsbuur? Maar het zit zo. Ria en Leen die kregen een uitnodiging voor een Okkenbroekse vereniging. Leen het maakt de brief dus, lijft hem en schudt hem geleden weer kapot. Lijft het er was, want het was een uitnodiging. Voor de 60-plus club uur. 60-plus, zeg ik? Ja. Maar dan snap ik nu ook waarom ik Leen het de boer heb overschoon. Ja, maar dan liep je gewoon zo'n 10 jaar jonger, hè. En stel voor dat ik nog niet deurig met de jihadclub of zoiets. Ja, die weet ik nooit. En dan heb ik hier nog een blik. Ja, dat is voor de volgende pechklant. Dat is een heel zielig pechgeval, hè. Hij heet die Sjoep Jansen van de Slichter. Ja, hij reed echt maar heel effen op de vrommen van zijn zonne Jelmer. Heel effen, man. Ja, hij had daar maar geen helm op. En hij was ook maar niet verzekerd. Maar zo even moet toch kunnen, hè? Kun dat toch net de politie aan? Ja, dat is pech, hè? Nou, dat is zeker pech, hè? Die boete, hè, die kostte hem bij 630 euro. Wat voor dit geld, hè? Kunt we mooi op de televisie. Wie blik op de weg. Maar die hele achterstadsbuurt, de hakkers weg, zo laat aan de hand wat te binnen heb je aan de weg. Ja, dat weet ik zelfs een keer eerder geweest. En dan heb je nog de... Jo, ja, maar dat weet ik heel goed. Maar dat is voor Henk van Hoorns. Henk van Hoorns is 64 geworden en heeft van de Witte Muziekbiora's een mooi kwartje. En
geworden. Hij was er heel zuinig op en hij zette nog al die netjes afgesloten in de schuur terug. Toen nog 3 jaar later dat ik naar de kliniek was. Ja. Ongewenst bezoek, midden in de nacht, maar dat is wegrennen, hè. Ja. Maar gelukkig had ik goed verzekerd. Ja, en toen denk je natuurlijk, de verzekering keert wel uit. Maar mooi niet, hè. Nee. En dat vindt hij toch een typisch pechgeval. Ja, duh. Hé, die heffen, hoe een mooie koord, die kun je op het nachtkastje zetten, dan komt de kom er echt niet uit de kast. Ja, die kom, hè. Eigenlijk was er maar iedereen in die kroop de Abba van Metro. Je hebt overal hoogste Abba van Metro, dan. Je kunt zo gek niet bedenken. Maar toch schiet er in die kroop leuker, hè, voor meer val te halen als die anderen. Ja, ja, net hoe dit lukken nog, dan ben ik zelfs 2 keer. Zo zou je veel wat halen. En door heeft Mine Web wat op bedacht. Kijk, ze hebben een bordje gemaakt. Ja, zou men willen, is een draak bij jongens, ik zou 4 dagen blazen aan het schilderen. Ja, wat betekent dat, weet ik ook niet. Ja, dat weet ik. Dan kan Dirk dan mooi aan het bedden zetten bij die muus. Dan steekt op, bescheer uw vod, hier waakt een grote boze boer. Ja. Nou, hoe heet het van Kalverderk? U kent het wel. Vuurwaar. Helemaal graag afknap. Maar hij let niet op hoe, wat en wanneer dit dat doet. En dan geeft hij s'nachts aan de hangers wegknappen. Dan hoort alle koeien van Vossenbel terug. Ah, en ik hier, dan heeft een jongen van een leer. Dat doet het niet meer. Ha, niks hebben we van een leer. Toen moest hij die koeien weer aan knappen. En hoe vlak al een beetje van smalen de troon hebben. Echt hoor. Ja. En daarom heb je speciaal voor Hens nog vuurwerk van Tim. Het brandt weer hard, maar knap het niet. Dan is er ook nog iemand in Dieterboek die heel veel verstand heeft van techniek. We weten alles van alles over hem, maar hij kan nog niet zien of hij een koekbollig is. Ja, echt hoor, hier in die kroop. Mark Meijerman, hè, die was zo druk aan het snuffelen naar de melkrobot. Hij had helemaal geen oog voor de omgeving, maar dat was een koekbollig. En hij had hem als hij stond en dacht, wat een lekker stuk steen, toch nog in de melkrobot. Toch wel ik was met knuffel en ze drukte hem zo hard die melkrobot. Die had een hup in je auto komen. Echt hoor! Nou, dat vind ik nog eens ongewenste intimiteit van de uitvoerder. Ja. En terug heb je een boek koesignaal. Maar dan weet je precies wanneer die wel en die niet koe kunt komen. Ja. Nou, heb je hier wat staan? Dan moet ik even voor kijken. Paracetamol tegen hoofdpijn voor BV. Dat is Bert van Peters. Oh. Ja, Bert, het kan zomaar weer dat hij van het weekend barstende kopklieren kreeg. En dan heb je vroeg een hele grote deuze paracetamol. Dat kun je tenminste vinden. En hoor niet de slaaptabletten van uw dier in te nemen. Oh. Want dan kan nog eens verder een hele weekend verslapen. Ja, en ik sta ook al best gebeurd, hè? Hey, nou. Ja, als het met twee is gebeurd, dan ben je toch een heel groot pech voor, hoor, niet dan? Ja, en dan hebben we nog een heel bijzonder geval. Ja. De meesten doen dat niet weten, maar ik heb een aanvraag gehad van iemand, een jongen hier in Diekero, die zei, ik ben toch een heel zielig pechgeval. Nou, als iemand dat van zichzelf zegt, maar wat was het nu? Hij zegt, ik heb de pech dat mijn vader de grootste kluns is van heel Diekero. Echt hoor. Zo te horen dat het hier heel veel weg. Maar die vader, die heet Henk. En zijn zoon heet Hessel. Maar is Henk hartstikke dan zo onhandig? Volgens zijn Hessel is het de grootste klunt van heel die kolom. Hij kan geen wachten. Geen kerring op de fiets te zetten. Laat staan een trosfoto even liggen.
Ja, dat vinden we heel zielig. En daarom heb je verhesseld als troostfeest 4 muntjes voor de bordzouders. Want die woont aan de Essen stegen en die vindt het toer zo wijd. Iedereen kan door bekijken. Ze durft niet eens in badpak meer achter thuis te zitten. Door heb je deze deur voor kun je mooi achterling zijn. Nou, en dit was het dan vanavond. Maar nog heel ik hier de deur denken, hè. Maar ik dat, ik heb toch ook zo'n pech gehad voor jou. Ja. Maar de pinsgeval, die wil je persoonlijk op bezoek doen, hè? Ja, dat is privé. Dat is zelfs voor de revue een beetje gek. Dus die kunnen ons komen en dan een keer verwachten. Nou, bedankt allemaal en tot ziens. Oh.